Yo, kijk eens, welkom bij een nieuwe prankvideo. Vandaag een hele leuke prank. Ditmaal gaan we Sully opsluiten in de deur. Dus we gooien dadelijk de deur dicht. Oké. Deze fragment komt van een hele leuke personage. King Louie, kom op. Oké. We gaan alles klaarmaken om de opsluitingsprank, de opsluitenprank, te organiseren. Wij gaan zo meteen Sully hier naar de wc lokken om te kijken of hij zin heeft, of hij trek heeft in een lekker glaasje. En of hij daar zin heeft. Ik gooi dus dit handdoek, gooi hem eens op de grond. En dan roep ik heel hard, Sully, wil je even komen? Dan daarna gooien wij die deur keihard dicht. Dan zit hij daar opgesloten, maar met wel één manier. De fucking tablet moet... Komt hij wel mee, anders filmt hij de hele tijd Sully. Oké. Nou, dit is dus om hem gevangen te nemen. Let op. Oké. Ik gooi dit. Dit gooi ik over het doek. Oké. Nou, dit wordt hem. Ja, daar komt hij. Oké, dan doen we deze. Oké, ik ga Sully nu pakken. Dit wordt een meisje prank. Deze heeft King Louie naar mij opgestuurd en deze gaat episch worden. Dit kunnen mijn vader en moeder zien. Dus ja. Daar komt ie. Sorry kijkers, we moeten even de pranken, moeten we even staken. Vanwege een extra storing. Want het is al bekend dat ik algemeen niet gestoord wil worden in mijn video's. Dat ik er niet te gek op sta. Dat hoort dan wel. Dus zij hebben uiteindelijk Sully gevangen genomen. Dit wordt dus de doekprank. Dit heet dus de doekprank. Voor één keer de doekprank. Omdat het feit wij niet meer daar kunnen vanwege een bedreiging. Maar deze was wel pittig. Goed kijken, geef me een like en abonneer heel gauw op mijn video's. Dan wordt dit nog erger en mooi. Dit is dus wat er dus komt met een bekende personage uit de film. Als het een onbekende personage was geweest die deze opdracht had verstuurd, dan had ik er niet meer bij geweest. Maar goed, het is uiteindelijk alsnog gelukt met de prank. We hebben een doek over Sully heen gehangen en dit wordt verplaatst naar de doekprank in plaats van de opsluitenprank. En ik moet nog even kijken of we morgen naar het AC toe gaan, maar ik denk... Dat ik dadelijk mijn akkoord geef wat ik ga doen. Ga ik 3 dagen of ga ik maar 2 dagen? Dat is de grote vraag. Tot de volgende keer. Geef me niet te abonneren op het like. En dan zie je nog veel meer van Lucas Games Kleiweg.